We zijn vandaag in Overdinkel. En in Overdinkel staat een huis waar geesten leven. En wij gaan daar op bezoek met LPI International. En dat zijn Ghost Hunters. En die gaan die geesten opzoeken en verjagen. Ja, Gerwin, waarom zijn we hier eigenlijk? Wij zijn hier omdat we een klacht hebben ontvangen van de bewoners van dit huis. Dat er verschillende onverklaarbare dingen gebeuren in het huis. Kennelijk is dat zo hoog opgelopen dat ze dat graag dus uitgezocht wil hebben door onafhankelijke mensen. Die dus kunnen kijken of dat er natuurlijke oorzaken voor zijn te vinden. Of dat er inderdaad dus een paranormale oorzaak aan de grond ligt. Als medium ga ik een ronde maken door het huis heen straks. En dan stel ik me open voor alle paranormale indrukken die er eventueel zijn. En die zijn er eigenlijk altijd in iedere huis waar je komt. Op iedere plek waar je komt. Oké, en wat denk je, wat er hier gebeurt? Is dit, ik heb nog geen idee, ik sta nog helemaal open. Maar je bent medium, wat voel je nu? Ja, staat er een spook achter ons? Niks, want ik ben nog helemaal afgesloten. Dus als je als medium niet zou afsluiten, dan word je stapelgek. Toen jij daar straks naar me toe kwam lopen, bij de auto, toen stond er nog wel een stukje open. En toen zag ik iemand bij jou lopen. Dus. Nou, dat was de cameraman, denk ik. Nee, dat was niet de cameraman. De cameraman is niet zo klein. Nee, maar hoe bedoel je dat? Nou, op dat moment liep er een klein jongetje bij jou. En nu ga je je mediumronde beginnen? Ja. Oké, okay, en wat doe je dan? Dan sta je open, toch? Ik stel me nu eerst even open en kijken wat voor indrukken er binnenkomen. En dan vertel ik wel. Oké, hier staat een. Ik zie hier een babywiegje staan. Dat kleine jongetje bij jou lijkt me heel erg af. Zit hij in je broek of zo? Nee, maar gewoon die zie ik ook, maar die moet ik negeren. Dus. Want die hoort niet bij het huis. Ik krijg nu ook beelden binnen. Beelden van een smoezelig mannetje. Een jaar of 30, 35. Hele ouderwetse kleding. Denk eind 1800, begin 1900. Die rent door een maisveld heen. Dezelfde vent in dat maisveld. Die is neergeschoten. Die is neergeschoten door iemand in uniform. Een heel ouderwets politieuniform. Ze maken de zak open en in de zak zit bladeren. Hoe moeten ze daar nou mee met bladeren? Grote groene bladeren. Ik denk dat het tabak is. Dat we hier te maken hebben met een smokkelaar die hier is neergeschoten. Heel, heel vaag komt er ook een naam door. Hommema. Beetje een vreemde naam. Ik hou het op Hommema. Jan Hommema. Dat is die man die is neergeschoten. Jan Hommema. Gaan we nu verder? Ik word hier een beetje overweldigd. Wat zijn jullie nu aan het doen hier? De techmanagement is bezig met het opstellen van alle apparatuur. Ik was er net bezig om eventjes te beginnen met de baseline, oftewel de basiswaarden vastleggen van het huis. Zodat we straks eigenlijk een eikpunt hebben om aan te kunnen meten of er verschillen zijn. En ik werd daar enigszins in afgeleid door dat ik werd aangeraden door medium Gerwin om hier boven even te komen voelen. Maar jij bent ook een medium, hè? Want, ja. Maar Gerwin die zegt van, ja, kan beelden zien. Ja. Hè, kan jij dat ook? Of is dat weer een andere set of powers die je dan nodig hebt? Ik zie niet zozeer beelden. Ik zie en spreek en hoor enzovoort meer overledenen, zo gezegd. Aan mij heb je meer iets als je echt een entiteit hebt en zegt van joh, ga er eens mee praten. Maar kan je bijvoorbeeld ook een potje schaken met een entiteit? Ik heb ze nog nooit zoiets fysiek zien doen, nee. Ik ben wel een keer de trap afgedouwd, maar potje schaken is er nog nooit van gekomen, nee. Nou ja, ik kan me voorstellen dat als ze iets tegen jou kunnen zeggen, van dan zegt hij E3 naar E6. Dat valt te vergelijken denk ik met channelen, want wat ik wel kan doen is entiteiten via mijn lichaam laten spreken en handelen. Oké. Succes. Dank je. Zal het nodig hebben. Ja, helemaal goed.
Nou, het is inmiddels echt ver in, diep in de nacht. Oriana, wat gaan we doen? Ik ga proberen op een andere manier contact te leggen dan wat we normaal gesproken doen binnen LPI. Het lukt nog niet om op een technische / wetenschappelijke manier om bijvoorbeeld iets op camera of op geluid te krijgen. Wie weet in de analyse. We hebben nog steeds hoop. Dat doe je met je kruiden? Ja. En met drie zwaarden? Die drie zwaarden heeft niet zoveel met contact te maken, maar meer dat mocht het niet goed zijn wat er is, dat ik dan beschermd ben. Naar hier, naar het hiernamaals. Want dit is als een telefoonlijn. Chatten, schrijven, maakt mij niet uit. Maar hier kunnen we contact maken. Ja, daar ben je. Ik kon niet veel zeggen, maar dat is het wel. Oké. Hij is nu boos weggelopen, dus daar is. En hij is het niet zo met me eens. Dus hier komen we niet echt meer verder.